Bij geen gehoor zei ik aan het huis. Eens kijken weer. Zou je dat dan nog Frans en Marianne voorstellen? Er is immers wakker, anders dan mag ze geen. Oh. Hij is inderdaad immers aan het koken. Nou, dan bij geen gehoor. Weet doen braaf wat. Wat er op het burgje neven de veurdeur stiet. Hallo. Goeiendag. Goeiendag, jij dus. Gij ziet er niet uit als een Marianne. Ziet gij zeker Frans? Ja. Is dat goed? Ja, hartstikke. Mm. Wie kwam, werd je weer zien toevallig? Dat je toch alleen zo'n toevallig, hè? Ja, kent je het programma? Nee, nee. Onderweg? Nee. Nooit gezien? Nee. Oh. Kijken we niet naar, nee. Je kijkt niet naar alleen? Nee. Ik leg het even uit. Oh. Want platbroten of Nederlands, wat heb je het liefste? Nou, heel plat, daar sta ik ook niet in. Oké. Okay. Nou, wij rijden door de hele provincie met ons autootje. En als wij iets zien waarvan wij denken, daar zou wel eens een leuk verhaal aan vastzitten, dan gaan we die mensen opzoeken en dan proberen we een praatje te maken om te kijken van, wat is dan precies het verhaal? En nu is dat in dit geval vrij duidelijk. Ja. Jullie zijn helemaal klaar voor kerst. Ja, ja. Maar aan de andere kant, wat mij het meest interesseerde, dat waren dat kussende stelletje in de voortuin. Oh, ja. Is dat, bent u dat met Marianne samen? Nee, toch niet. Niet? Nee, maar gewoon een stelletje. Nou, maar ik denk, dan moeten hier wel twee romantische mensen wonen. Nou. Hoe is het met de romantiek, Frans? Vindt niet meer zo gemakkelijk allemaal nou, hè? Rustig gewoon op de oude dag. Ja, goeiendag. Goeiendag, ik ben de beunaars. Oh. En voor God gebeunen, hoor. Dat gaat je niet vertellen. Oh. Is dat een bekende buurman? Nee. Nee? Nee, nee, nee. Maar hey, Frans, zomaar een romantisch stelletje. Ja, dat zit er al zo lang, zit er ook al 20 jaar. Dus, maar wel door jou neergezet? Ja. Ja. Ik heb nog nooit zo'n leuke kerstvrouwtje gezien trouwens ook. Nee. Frans? Die niet. Nee. Die zit er ook al jaren, ja, altijd. Die staat er ook al jaren? Eigenlijk, ja. Maar de zwaartekracht heeft geen enkele invloed op haar, hè? Nee, 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 nee. Heb je vast al gezien of niet, Pascal? Nee, nee. Niet? Ja, want dat vind ik ook weer echt jouw afdeling, Pascal. Pascal, die houdt wel van een, hè? Ja. Kijk eens. En, wacht, daarachter staat er nog één. Staat er nog eentje. Frans, hoe kom je aan dat spul? Ja, kunnen kopen, joh, of niet? Ja, dat kun je kopen, ja. Maar... Wiens idee was dat? Van jou of Marianne? Voor mij helemaal niet, joh. Niet? Nee. Het is van de zoon en van de vrouw, zeg maar altijd. Die vond dat leuk. Ja? Nou. Toen kocht ik er altijd, hè. En wie doet dan dat versieren? Dat ben je zoon. Die woont daarnaast. Oh, die... De zoon woont gewoon naast jullie. Maar dat is wel handig. De zoon is de buurman en de buurman is de zoon. Yes. Is hem dat? Ja, in ieder geval geen. Oké. Okay. Hij moet het aanlaat zoeken. Die was even thuis. Bij papa en mam. Ja, zeggen dat je naar het aanlaat zoeken. Maar die woont hier nog. Dus, oké. Okay. Die doet dat altijd. Elk jaar. Dat versieren? Ja. Want dat is een echte... Ja. Echte kerstliefhebber? Ja, helemaal. En Marianne, waar is die nu? Nou, die zal zo nummer kleden zijn, die moet dadelijk ook naar de tandarts doen. Oh, het hele gezin gaat naar de tandarts? Ja, was. En Frans zelf? Nog niet. Oh. Niet zo gek op de tandarts? Nee. Nee, dat is zo. Maar ook niet zo goede tandjes dan? Of wel? Wat? Ja? Ze zitten nog wel, of tenminste de helft nog wel erin, dus. De helft? Meestal, ja. Hey, en volgens mij zijn jullie ook liefhebbers van... Lekker buiten zitten, ja.
Wat blieft? Lekker buiten zitten, of niet? Nou, ja. En zwemmen dan? Oh, lekker! Ik nou dicht. Hallo! Zodoende. Is het een beetje een gezellige buurt, Frans? Ik zou het niet weten, dan gaan we eigenlijk niet met de buurt op. Want? Weet ik niet. Je bent liever op jezelf? Ik wel. Ja? Ja. En werk je nog? Ja. Goed. Dat zeg je zo van... Ja, werk nog wel, ja. Wat doe je dan als je werkt? Vrachtwagen? Ja. En dat gaat toch allemaal goed met de rug en zo? Ja. Twee keer in de week nog, dat is genoeg, hè. Dat is genoeg om rond te komen? Nee, zo'n beetje. Ik ben toch zo met pensioen, hè. Dus een paar maanden dan doen we nou rustig aan, hè. En ga je het dan missen, het werk? Nee, ik mis niks. Zijn we niet bang. Nee, ik mis eigenlijk niks. En wat doe je dan graag de hele dag, Frans? Als je niet hoeft te werken? Ik ben altijd aan de gang. In de tuin ben ik overal aan de gang. Iets maken, van alles. Jij bent een echte, in de beste zin van het woord, een huismus. Jij bent graag thuis. Ook dat, ja. Ja. Graag thuis en graag op vakantie. Maar ja, dat zit dit jaar ook niet in, dus... Hè? En waar gaan jullie graag op vakantie? Hé, hey, dat moet Marian zijn. Ja. En waar gaan jullie graag op vakantie? Turkije en zo, hè, die kanten uit. Waar het warm is. Ja, warm is, ja. Lekker in de zon? In de zon? Nou, nee. Niet? Nee. Gewoon niet aan het raken in de zon zitten daarvoor, hè. Nee, je bent geen bruinbakker? Nee. Zijn wij niet. Dus in de schaduw, maar wel een lekker temperatuurtje. Biertje erbij? Ja, dat wel. Lekker hapje eten? Jazeker. Kijk. Dat hoort erbij. Oh, dus hier staat vast en zeker ook ergens een barbecue? Die heb ik ook, ja. Ja. Nou ja, zwembadje, barbecueetje. Kacheltje volgens mij. Kaker, televisie, alles, dus buiten. Oh, is dat een beetje een... Ik ga me toch niet vertellen dat er een sauna in zit, hè? Nee, nog niet. Nee. Oh, nog niet? Ik heb misschien wel komen. Oh ja, dat is wel lekker. Nee, dat is een verwarming van een zwembad. Wat daar staat. Onder het zeil. Dat is een verwarming. Ah, oké. Okay. Is geen ergo, is een verwarming. Is dat een warmtepomp? Verwarming, ja. Ja. Het zwembad. En dat werkt goed? Jazeker. Wat is jouw lievelingstemperatuur voor het water? Ja, 27? Voor de vrouwen, ja. Of meer nog, ja. Want die had al koud, dus... hè? Wat staat daar nou? Nee, dat is zo. Het is toch leuk, hè? Nee, de kleine Bliksem McQueen staat. kennis? Nee, want door. Oh. Ja, hi. Oh, wat een keurig opgevoed kindje. Ben jij dat proberen, hè? Oh, wat een leuk mannetje. Klein is toch altijd leuk, joh. Hè? Of niet? Je kunt houden, die stok. Ja, goed, hoor. Lampjes. Ja? Altijd een vaste prijs. Wat leuk. En volgens mij ook fan van Max, hè? Ja, zijn wij ook, ja. Vlak heb ik nou uit, dan heb ik de kerstboom nog staan, hè. Dat zit in de maal op de vlag. Oh, dus hier hangt normaal de vlag in? Ja, de vlag van Max. Onderin de lange stok, weet je wel. Want door onder de stang, dan de lange stok van Max. Maar, jullie delen eigenlijk, hè? De zoon en jullie delen de gevel, hè? Want de zoon woont daar, toch? Ja, of niet? Ja. Dus de vlag van Max hangt er even goed nog? Ja. Twee keer zelfs? Ja, die zei van hem. En die is even van mij, maar ja. Dus en de snoeischaar heeft Frans volgens mij ook graag in de hand? Die heb ik ook alles moeten bijhouden, hè.
jouw huis en jouw tuin, dat is jouw trots. Ja, kent ermee deur, hè. Hoe ben jij in Tegelen terechtgekomen eigenlijk? Want volgens mij ben jij een Brabander, of niet? Nou, een Gelderlander. Een Gelderlander. Oh ja, van het werk toen, hè. Dus, of in de centrale, maar dat is een tijd geleden. Dus ja, je bent 22 jaar geloof ik, ja. Maar bevalt jou goed hier? Bevalt goed hier, ja. Hey, en nu ik toch bij een enorme Max Verstappen fan sta. Die is net weg. Die is meer zijn fan. Denk ik het hoor. Oh, ik dacht Max Verstappen is net weg. Ja, die is ook net weg. Oh, jouw zoon is een nog grotere fan. Ja, ja, dat is helemaal dat. Ja. Wanneer wordt hij eens een keer wereldkampioen, Frans? Nou, je doet jou te hebben. Ja, ja. Of niet? Zet in de auto van Hamilton, dan is je volgend jaar kampioen hoor. Ja, maar ik denk dat je er meer in de auto van Hamilton kunt zetten en dan zijn ze volgend jaar wereldkampioen. Daarom. Ja. Well. Ik vind het eigenlijk niet zo spannend, die Formule 1. Ja, dat ligt er al aan, hè. Soms wel, maar ja. Het is nou een beetje alsof het wie het meeste geld heeft, die wint gewoon. Nou, nee, dat denk ik niet, hè. Want ik denk dat niemand er zoveel geld in pompt als. Als die met die sterretjes voorop rijden. Nou, dingetjes, ja. Nou is het van Strol, hè, de oude. Dus je hebt ook geld zat. Of zei je dan? De vrouw van hem. Oh, dus dan moet Max misschien in zo'n roze auto gaan rijden. Dat zal hij wel niet doen. Nee. Wat doen jullie met kerst? Tot slot. Hoe bedoel je? Nou, het is. Eten. Maar is bij jullie meestal veel volk over de vloer met kerst? Nee. Oh, dus bij jullie is het niet zo. Jullie kerst is coronaproof. Van ons eigen, ja.